Dames en heren, welkom bij de historische context, de verlichting in theorie en praktijk van 1650 tot 1900 voor het VWO. Paragraaf 2 meteen, verlichte denkbeelden. Goed, wat gaan we vandaag eigenlijk leren? We kijken vandaag naar de nieuwe ideeën die over politiek ontstonden. Tijdens de verlichting zien we eigenlijk dat men anders over maatschappij gaat denken, dat men anders gaat denken over bestuur. En we gaan in deze les eens even kijken welke ideeën dat nu eigenlijk zijn. Daar horen de volgende kenmerken en aspecten bij. Het streven van vorsten naar absolute macht. En het rationeel optimisme en verlicht denken dat toegepast wordt op alle terreinen. En we kijken voor nu even naar dat politieke terrein. Voordat er nieuwe ideeën staan over de samenleving, gaan we eerst kijken hoe die samenleving nou eigenlijk geordend was. Men dacht dat de samenleving zoals die op dat moment was, de maatschappij zoals die op dat moment was, met verschillende groepen, iedere groep haar eigen rechten en eigen plichten, en iedere groep had zijn eigen plek in de maatschappij, dat was Gods wil. De wereld was ongelijk geschapen, dat is hoe God de wereld heeft geschapen, en daar moet de mens eigenlijk niet aan tornen, niet over discussiëren. En de mens heeft daar eigenlijk niks over te zeggen. Wat we ook zien is dat koningen en ook het volk dachten van God heeft de koning aangesteld, heeft dus de soevereiniteit gegeven, de opperste macht om te regeren over die ongelijke maatschappij. En Lodewijk de 14e, we zien hier een afbeelding van hem, die vult dat nog net even ietsje anders in. Hij gaat uit van het droit divin, op zijn Frans voor goddelijk recht. Hij had recht op de absolute macht. Hij was aan niemand verantwoording schuldig. Niet aan het volk, niet aan de adel, niet aan de kerk. Nee, hij was alleen verantwoording schuldig aan God zelf. Dus hij heeft de goddelijke macht gekregen om te regeren over dat volk. Nou, één iemand die daar absoluut wel wat over wil zeggen is Jean-Jacques Rousseau. Hij was het helemaal niet eens met het idee van droit divin, net zoals John Locke. Hij gelooft in natuurrechten. Rechten die ieder mens heeft die ontleend zijn aan de natuur. Een soort van basisrechten moet je eigenlijk indenken. En dat is dat iedereen vrij en gelijk geboren is en dat we natuurlijk recht hebben op leven, gezondheid, vrijheid en bezit. Dat waren de basisrechten die ieder mens bezat, die ieder mens had en die ook gerespecteerd moesten worden. En als de overheid die rechten respecteert en als iedereen die rechten respecteert, dan pas is er volgens de verlichte denkers sprake van een rechtvaardige samenleving. En die rechtvaardige samenleving, daar moeten dus die natuurrechten gerespecteerd worden. En eigenlijk is de macht, de overheid of de staat, hoe je het ook wendt of keert, die moet die rechten respecteren. En dat staat dus in het zogenaamde sociaal contract. Locke en Rousseau gaan uit van een sociaal contract tussen het volk en de overheid. In dat sociaal contract staat dat het volk een deel van haar vrijheid afstaat in ruil voor de bescherming van die andere natuurrechten. Het volk gaat zichzelf niet besturen, daar is het volk niet toe in staat, maar een overheid kan dat wel. Dus een deel van die vrijheden worden afgegeven aan de overheid. Maar dan moet je wel bedenken, die overheid moet wel die natuurrechten, leven, bezit en vrijheid wel beschermen. Want als zij dat niet doen, dan pleegt de regering dus contractbreuk en dan mogen de burgers of het volk een nieuwe regering aanstellen. De staat was zelfs ook geacht om als neutraal rechter op te treden wanneer er conflicten ontstaan. Dus mochten er conflicten ontstaan over bijvoorbeeld natuurrechten binnen het volk, dan moest de staat ervoor zorgen dat er netjes en op neutrale wijze recht gesproken werd. Wat we ook zien in dat contract staat ook als een vorst of regering als tiran regeerde, dus dat wil zeggen dat hij het volk onderdrukte, dan mocht het volk eventueel met geweld in opstand komen om een nieuwe vorst of regering aan te stellen. Dus zo helder was dat contract eigenlijk, dat was het sociale contract tussen volk en overheid. Maar de opperste macht, oftewel de soevereiniteit, ligt bij het volk, ondanks dat sociale contract. Rousseau die zegt eigenlijk van, nou, hoe je dat perfect vorm kan geven, zo'n sociaal contract, is eigenlijk een directe democratie, hè, zoals in klassieke Athene. Iedereen heeft stemrecht over alle zaken die de maatschappij aangaat. Want dat is namelijk de algemene wil. De meeste stemmen gelden, hè, zoals we de vorige video's hebben gezien. En hij noemt dat volkssoevereiniteit. De opperste macht ligt bij het volk. Eigenlijk moet iedere beslissing gemaakt worden door het volk.
Maar de democratie kan alleen maar goed werken, zegt Rousseau, als er in de samenleving geen grote sociale verschillen zijn. Dus dat moet zeggen, iedereen moet ongeveer hetzelfde verdienen, iedereen moet dezelfde inspraak hebben, dezelfde opleiding bezitten en ongeveer hetzelfde denkvermogen. Maar hij ziet ook wel in dat dat zeker in 18e-eeuws Frankrijk helemaal niet het geval is. Hij ziet zelfs dat het heel erg ongelijk is in die maatschappij. En de bron van alle kwaad noemt hij dan ook het privébezit, want die bracht ongelijkheid met zich mee. Sommige mensen bezitten meer, hebben dus meer inkomen, meer welvaart en kunnen dus ook meer onderwijs aantrekken, kunnen hun kinderen beter opvoeden. Mensen die rijker zijn, zeker in de loop van generaties beter en beter af. En die ongelijkheid wordt alleen maar groter door dat privébezit. En zo zie je ook dat de rijken langzaam maar zeker hun wil opleggen aan de rest van het volk. En dat brengt onderdrukking met zich mee. Dus privébezit is eigenlijk de bron van het kwaad, zegt Rousseau. En hij zegt ook van dat sociale contract, dat is wederzijdse instemming. Eigenlijk kan gezag alleen maar bestaan als allebei de partijen het daarmee eens zijn. En daarom is hij ook tegen de slavernij. Hij zegt van, een slaaf gaat niet akkoord dat hij een slaaf is. Dat is niet een wederzijdse instemming. Dus dat gezag is onrechtmatig, dat mag niet bestaan, dus slavernij mag niet bestaan. Nou, John Locke zegt, nou, de mensen zijn van nature gelijk, dus individuen kunnen gewoon niet over elkaar heersen, dus daar zie je ook dat hij ook eigenlijk tegen de slavernij is. Er is niet één persoon die kan heersen over een ander persoon. Dat kan alleen maar middels een sociaal contract tussen volk en overheid en niet tussen persoon A en persoon B. Goed, hoe ga je dat nou eigenlijk vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat dat sociale contract netjes gehandhaafd wordt? Hoe zorg je ervoor dat de overheid niet corrupt wordt? Hoe zorg je ervoor dat die natuurrechten beschermd worden? Daar heeft Montesquieu gedachten over gehad. Hij zegt, die machten, eigenlijk de macht moet gescheiden worden in drie machten, zodat niet één macht alle macht heeft en dus absoluut corrupt kan raken. Hij zegt, we moeten die machten scheiden in drie soorten. Namelijk de uitvoerende macht, degene die de macht die de wetten uitvoert, de wetgevende macht, de macht die de wetten maakt en de rechterlijke macht, de macht die daadwerkelijk recht spreekt over een individu als die de wet overtreedt. En dat is dus de regering, het parlement en onafhankelijke rechters. En op die manier kan er dus geen corruptie ontstaan, want er is niet één instantie die alle macht bij zich draagt en ze controleren elkaar continu, die drie machten. Dus dat blijft netjes in stand. Montesquieu was tegen directe democratie. Hij zegt van het volk is helemaal niet slim genoeg, niet onderwezen genoeg om over wetten en het bestuur te praten. Dat is onmogelijk. Hij vindt niet dat mensen niet in staat zijn om erover na te denken, maar er is gewoon onvoldoende onderwijs en onvoldoende kennis in de maatschappij aanwezig om dat te kunnen doen. Dus hij zegt van ja, dit kan nu eenmaal niet zo. Dit moet je gewoon overlaten aan mensen die gestudeerd hebben, die een opleiding hebben genoten. En die moet je dus kiezen om het land te regeren. Hij vindt wel trouwens dat de wetgevende macht, dus de macht die de wetten maakt, dat die het beste kan bestaan uit twee kamers. Denk aan het Hogerhuis en het Lagerhuis, het instanties die we nu nog steeds kennen in Groot-Brittannië. Hij zegt van het Lagerhuis wordt gekozen door de elite en een excuus, de Lagerhuis wordt gekozen door de burgers en het Hogerhuis door de elite. Zo zien we dus een goede afspiegeling van de maatschappij in de wetgevende macht. En dat is uiteindelijk het beste voor iedereen. Dan gaan verlichte denkers zich ook nog buigen over de economie. Hoe zorgen we er nou voor dat de economie zo goed mogelijk georganiseerd wordt en welke rol heeft de politiek daarin? Nou, de econoom Adam Smith die ontwikkelde een aantal theorieën over een vrije economie. Hij was eigenlijk tegen het mercantilisme, het beschermen van de binnenlandse markt. En hij vindt eigenlijk dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met die economie. Hij zegt van joh, je moet wat randvoorwaarden opstellen. Je moet wat regels opstellen voor die economie. Zorgen dat die regels gehandhaafd worden. En verder moet de overheid zich nergens mee bemoeien. Hij zegt namelijk, het marktmechanisme werkt volgens hem het beste door gewoon iedereen zoveel mogelijk vrij te laten. Als iedereen zijn eigen welvaart nastreeft, dan zorgt er ook voor dat iedereen de hoogste welvaart krijgt. Als iemand een groot huis heeft, en een grote tuin, dan moeten er dus mensen zijn die dat huis schoonmaken, die tuin onderhouden en zo. Dat creëert dus werkgelegenheid. Hij zegt van de markt moet zijn eigen werk doen. Dan zien we dus de grootst mogelijke welvaart voor iedereen.
Oké, we kijken nog even terug naar die nieuwe ideeën over politiek. Tijdens de verlichting komt het idee van droit de faire, het goddelijke recht om te regeren, ter discussie. Verlichte denkers gaan uit van natuurrechten, dus iedereen is gelijk geboren, iedereen had het recht op leven, gezondheid, vrijheid en bezit. We zien ook dat de macht van de staat volgens Locke en Rousseau gebaseerd is op een sociaal contract tussen het volk en de overheid, die natuurrechten moeten beschermen. En als dat niet gebeurt, of als de overheid zich als een tiran opstelt, dan mogen of moeten de burgers misschien wel in opstand komen tegen de regering en een nieuwe regering neerzetten of aanstellen. Rousseau zegt dat de regering de algemene wil, oftewel de wil van de meerderheid, moet uitvoeren. En dat het gezag alleen maar kan bestaan met wederzijdse toestemming. En daarom was hij ook zo tegen die slavernij. Montesquieu bedenkt de theorie van de drie machtenleer, de trias politica. De macht moet gescheiden worden in de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zodat er geen corruptie kan plaatsvinden. En zo zal dat ook leiden tot een rechtvaardige samenleving. Adam Smith is een econoom, een verlichte denker die zich gaat buigen over de economie. Hoe kun je dat het beste vormgeven? En hij zegt eigenlijk: de overheid moet zich zo min mogelijk bemoeien met die economie, want dat zou het beste uiteindelijk voor iedereen zijn. Als iedereen zijn eigen economische belangen nastreeft, dan zal dat uiteindelijk resulteren in de hoogst mogelijke welvaart voor iedereen.